Vind jij het soms ook zo moeilijk om je emoties te kunnen reguleren? En verlies je daardoor soms wel eens een wedstrijd of gaat een training daardoor niet optimaal? Kijk dan deze video. Hoi In The Zone Performers, ik ben Kars van In The Zone. En op dit kanaal deel ik wekelijks tips en tricks die jij kan gebruiken voor mentale vaardigheden. Zodat je een betere wedstrijdvoorbereiding hebt. Meer flow kan ervaren en daardoor betere prestaties ervaart. Ben je nieuw? Word dan abonnee. In deze video ga ik het hebben over emotieregulatie. En vorige week was ik met een vriend aan het kanoën in de Belgische Ardennen. Nou, je kan het eigenlijk geen kanoën noemen, want het was verschrikkelijk. Maar het zorgde ervoor dat ik heel veel leerde van een kanotocht dat eigenlijk geen kanotocht was. Wat was het geval? In de Ardennen was weinig geregen of weinig smeltwater, ik weet het niet. Maar de beek die was erg droog en het was ook tegen ons gezegd. Toen wij de kanotocht boekten, zeiden ze let wel, er is weinig water. Dus op sommige plekken kan het zijn dat je boot soms vast komt te liggen, omdat het water laag was. Het water was laag, daardoor zouden we soms met onze boot tegen de bodem aan kunnen komen. En we waren nog geen 10 meter aan het varen of mijn boot kwam al vast te zitten tussen twee keien. Nou, verschrikkelijk natuurlijk. Ik heen en weer wiebelen om eruit vandaan te komen. Nou, het was gelukt. Nog geen 100 meter later. Weer hetzelfde. Dus ik was het op dat moment al helemaal zat. Echt na 5 minuutjes. Ik pak mijn paddel en ik begin keihard te roeien in het water. Ik splash zo mijn eigen trui vol met water. Mijn hele kano vol met water. En mijn boot stond nog steeds vast. Ging ik daardoor beter kanoën? Nee, alleen maar slechter. Mijn shirt was nat, mijn kano zat vol met water, ik was chagrijnig en daardoor kon ik mijn prestatie niet leveren. Het is dus super belangrijk om je emoties goed te kunnen reguleren. En hoe had ik dan wel kunnen reageren? Nou, dat kan op twee manieren. Je kan op een mentaal vlak kan je de situatie aanpassen en op fysiek vlak. Fysiek zou je bijvoorbeeld als eerste kunnen zorgen dat je opgeeft. Tijdens die kanorit was dat nog verschillende keren gebeurd. Dat het water zo laag was dat we uit de kano moesten stappen. En daardoor moesten gaan lopen met de kano en aan onze handen. Met je blote voeten over de kiezelstenen heen. Of dat je echt heel erg moest manoeuvreren om tussen de stenen door te komen. En daardoor beter te kanoën. En de eerste optie is dus fysiek gezien stoppen met kanoën. We hebben wel een stuk of 30, 35 kano's aan de kant van het water gezien. Van mensen die uitgestapt waren, hun kano lekker hadden laten liggen voor de verhuur om die op te halen. En waren dus terug gaan lopen. En soms zag ik ook mensen ook aan de kant bellen met familie of vrienden misschien. Om te vragen of ze ze op konden halen. Maar die waren gestopt. Dus dat is de eerste fysieke optie. In een echte sportwedstrijd, als je situatie niet optimaal is, het voetbalveld ziet er niet uit waarop je moet sporten. Of er is iets waarbij, ja, wat er ook is, waardoor je niet optimaal kan sporten. Is opgeven of stoppen helemaal geen optie. Want je tegenstander die gaat tegen jou spelen of je moet een toernooi spelen. En je hebt maar te dealen met de omgeving. Soms, als het heel erg is, kan je een statement maken natuurlijk door te zeggen van hierop ga ik niet spelen. En dan hoop je dat de wedstrijdleiding er iets mee doet. Maar heel vaak is de situatie gewoon zoals die is. En heb je er weinig mee van doen. En moet het gewoon gebeuren. Dus fysiek opgeven zou kunnen. En soms zou je er een statement van kunnen maken. Maar meestal is het niet mogelijk. Het tweede is ervoor zorgen dat de situatie zichzelf aanpast. Dus inderdaad dus met de wedstrijdleiding gaan overleggen. Of het speelveld anders gedaan kan worden. Kan het in een naburig voetbalveld gespeeld worden. Of nou ja, kan de omgeving anders ingericht worden waardoor je wel kan sporten op een goede manier. In dit geval kon dat niet, want we konden niet een extra rivier creëren om op te kanoën. Er was nou eenmaal geen water, dus je kon niet kanoën. Of nee, je kon wel kanoën, maar een aangepaste versie. Dus dat zijn twee fysieke manieren. En die twee fysieke manieren zijn wel heel belangrijk om één daarvan uit te voeren of als je ervoor kiest om die uit te voeren en er dan ook achter te staan. Want de hele tijd te blijven dubben en nadenken over de
hoe het anders had kunnen zijn of hoe het anders had moeten zijn. Het kan niet zo. Je moet gewoon actie ondernemen en daarachter gaan staan. Want wat ik deed was de situatie niet accepteren, maar ook niet echt actie ondernemen. Ik bleef maar een beetje aanmedderen. En daardoor raak je mentaal uitgeput. Je wordt chagrijnig, je wordt moe. En daardoor kan je niet optimaal presteren of je schiet er niks mee op. Dus neem actie op een manier en sta erachter. Je kan ook mentaal iets doen. En het eerste is een hele slechte manier, net als het opgeven, is het negeren. En we kennen allemaal het denk niet aan het roze olifant effect. Als ze zeggen denk niet aan dit of dat, dan ga je er extra aan nadenken. Dus als je problemen hebt en je krijgt er ervaart bepaalde emoties van, is het helemaal niet handig om proberen niet eraan te denken. En dat kan je met een andere manier wel oplossen, dat zal ik zo meteen vertellen. Maar de hele tijd tegen jezelf zeggen, oké, denk niet aan de rivier, denk niet aan die rivier. Die rivier die is er gewoon en dat blijft gewoon komen. Of denk niet aan wat voor situatie er ook is. Die situatie blijft heel vaak wel zo. En dat negeren zorgt ervoor dat je de hele tijd toch mentaal ermee bezig blijft. Datzelfde gebeurt ook in je hersenen, want die kennen het woordje niet eigenlijk niet. Als je tegen je hersenen zegt van, je bent aan het skiën en je gaat recht op een boom af en je zegt, denk, oké, ik moet niet tegen die bomen knallen, dat enige wat je hersenen horen of voelen in je brein is het tegen de boom aanknallen, niet het niet tegen de boom aanknallen. Dus wat je in zo'n situatie moet denken is, maak een bocht. Dan denk je lichaam als enige, oké, maak een bocht. En dan zal dat veel eerder gebeuren. Dus het woordje niet of het proberen te negeren van een bepaalde situatie is niet optimaal. Het tweede is afleiding zoeken. En dat is wel een hele goeie. Wat ik net ook zei met die bocht. Maak een bocht. Zorg ervoor dat je gaat focussen op de bocht. En je gaat je ergens anders op letten. Dus een tweede optie is dus het nagedenken over je strijdplan. De situatie is namelijk zo dat het slecht is. De rivier ligt droog. Of het voetbalveld ziet er niet uit. Houd je aan je strijdplan. Want je moet toch je sport beoefenen. Of je moet toch bezig zijn. Dus letten op je strijdplan of nadenken over hetgeen wat je moest doen. Je tactiek, je techniek, wat je met je coach hebt afgesproken. Misschien zou je moeten aanpassen aan de situatie, omdat een bepaalde uitvoering niet kan vanwege de slechte omstandigheden. Maar er moet iets uitgevoerd worden. En nadenken over die tactiek zorgt ervoor dat je daarmee bezig bent. En dan zal je minder negatief nadenken over de situatie en meer bezig zijn met het optimaal presteren. En dan zal het ook eerder gebeuren. Wat is de laatste ook alweer? De laatste is ook een goede manier om na te denken over de situatie. Is dat je nadenkt over het spelen in deze situatie. Zorgt ervoor dat de goede of de mentaal sterkere versus de mentaal wat minder sterkere sporters van elkaar worden onderscheiden. Want ben je in een situatie waarin het niet optimaal is, dan zullen de sporters die daar het best op aanpassen, die zullen het best gaan presteren. Dus de mensen die het beste hun emoties kunnen reguleren, die zullen het best gaan presteren. Dus als je het ziet als een uitdaging van, oké, de situatie is niet optimaal, maar ik ga het gewoon doen. En ik zie het als een uitdaging om te kijken van welke sporters kunnen zich nou het beste aanpassen op de situatie. Dan heb je ook een ander soort mindset. Ga je met een ander soort gedachte de situatie in. En hierdoor zou je dus op een betere manier met de situatie om kunnen gaan. Je emoties kunnen reguleren en daardoor optimaal presteren. Waar ik dus de hele tijd in zat te hangen is het denk niet principe. Dus ik zat vooral te denken aan waar ik eigenlijk niet aan had moeten denken. En dat is de rivier en hoe verschrikkelijk ik het wel niet vond. Ik zat de hele tijd te denken, waarom is het nou zo'n klote rivier? En waarom heb ik er nou voor gekozen om dit te doen? Ondanks dat we ervoor gewaarschuwd werden. Dat soort gedachten had ik nou de hele tijd. En dat helpt dus echt voor geen ene meter. Wat mijn vriend met wie ik aan het kanoën was wel deed, die was de hele tijd aan het grappen en aan het grollen. Die zei, ja, wat is het ook grappig hier zo, hè? Al die mensen die geven op en het is een uitdaging, dit en dat. Dus wat hij heel goed deed, hij paste de situatie niet aan, maar in zijn gedachten paste hij de situatie wel aan. Hij zag het als een uitdaging. Hij deed zijn allerbest, nog harder zijn best dan normaal, om die kano wel naar de andere kant van de finishlijn te krijgen. En echt pas halverwege de rit had ik ook zoiets van, ja, eigenlijk is dat zo. Dus door het aanpassen van je gedachtes en je bepaalde focus ergens op anders
ergens anders op te leggen, ging het veel makkelijker. Want toen ik eenmaal in zijn flow zat en we samen zaten te lachen en te gieren en te brullen elke keer, als we weer in de keien vast zaten en van haha, zit je hier ook vast, ging het dus veel beter. Nou, misschien ging soms het kanoën niet eens beter, maar doordat ik me beter voelde, ging de kano ook veel beter. En op het einde was ik klaar met kano. Dacht ik, ha, ik heb het toch maar weer even gedaan. En hou je dus veel langer je sport vol. Dus wat je kan doen is je situatie aanpassen. Maar vooral je mentale of je focus aanpassen op hetgene waar je wel aandacht voor hebt. Of het zien als een uitdaging. En daardoor zal het veel makkelijker gaan om je prestaties vol te houden. En is de kans groter dat je je wedstrijden wint en optimaal presteert. Dit was weer een video van In The Zone Performance in de praktijk. Vond je hem leuk? Like hem dan. Of deel hem op een van de andere social media. Voor de komende week en de komende tijd wens ik jullie weer veel In The Zone momenten. En zie ik jullie graag terug bij de volgende video van In The Zone.